Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Zelda-serie. Het is namelijk tijd voor Hyrule Warriors Age of Calamity. En in deze serie krijgen we te weten wat er 100 jaar voor The Legend of Zelda Breath of the Wild allemaal is gebeurd met iedereen die voorkomt in Breath of the Wild. En ik heb hier zo onwijs veel zin in, hè. We zien hier dat de voorstad van Hyrule Castle kapot wordt gemaakt. Daar is Hyrule Castle. En het gaat helemaal fout. Hyrule Warriors, The Age of Calamity. Dat is deze game. Het is geen Zelda-avonturen game. Het is een hack-and-slash game. Wat inhoudt dat je heel erg veel om je heen moet slaan. Allerlei vijanden moet slopen. Maar man, we gaan hier geschiedenis krijgen. Geschiedenisles van Zelda. Ah, ik word nu al gek. The Age of Calamity. Oh my gosh. Oh, we zien daar Zelda en Link. Ja, met de Triforce. Kijk, en dit was het laatste moment volgens mij. Het laatste redmiddel dat Zelda probeerde. Toen het helemaal fout ging. En daar ligt iets in het laadje daar. Wow! Wow! Wie is dit? Dit is zo'n hele kleine... Hoe heet dat ding ook alweer? Oh, dit is vet. Dit is vet. Dit wordt mijn maatje, hè? Dit wordt volgens mij mijn maatje in deze game. Wat een vet ding! Zelda met haar allerlaatste kracht zegt, ik moet iedereen beschermen. En die opdracht, die heeft hij waarschijnlijk begrepen. Wat ontzettend vet. Oh, snap. Het is zo cool. En de kamer van Zelda wordt ook gesloopt zo te zien. Ja hoor. Ja hoor. Ze willen alles kapot maken. Ga weg, snel. Wegwezen. Lekker ontweken, jongen. Lekker bezig. Alleen, ja, waar... Oh... Ja, waar val je nu naartoe? Oh, gosh. Oh, man, die Guardians die zijn echt intens. Daar gaan we! Het is tijd voor Hyrule Warriors Age of Calamity. Een verhaal over de uitverkorenen. Revali, Urbosa, Mipha en Daruk. Een kleine wachter die naar het verleden reisde. Ja, die hebben we dus net gezien. Heel vet. En de grote ramp die zij bestreden. Dus inderdaad, Mipha, Daruk... En de rest. En deze kleine man. Kijk eens wat ze hebben gedaan tegen Ganon. Oh man. Ja. Daar gaan we. Woehoe. Hype jongens. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer als je dit elke dag wil zien. Vergeet niet te abonneren jongens. Dit was 100 jaar geleden. Toen alles nog gewoon lekker rustig was. Er nog vogeltjes door de lucht vlogen. En het kasteel gewoon nog helemaal intact was. Het was nog helemaal heel... Geen veldje aan de lucht. En daar zien we Link. In het leger. Van Hyrule. En de koning. Die staat erboven. Koning Roam. De uitdager van de profetie. Die gaat waarschijnlijk spreken. Luister goed, soldaten van Hyrule. In onze lange geschiedenis hebben we zelden tegenover zo'n groot gevaar gestaan. Oh, dit was net voordat het losging. De jaren zijn snel vervlogen sinds de wederkomst van Ganon. Het onheil werd voorspeld. Oh man. Het is waar dat we de titanen hebben opgegraven en boeken hebben gevuld over de geavanceerde technologie. Maar de muur van boeken zal ons geen bescherming brengen. Monsters verspreiden zich over het land. Grotere getalen dan ooit tevoren. En die vijanden die nu naar onze keel klauwen, bedreigen nu kasteel Hyrule. We moeten de monsters uitroeien die zich op Hyrule vlakte roerden. Al dus begint onze hernieuwde strijd om het onheil te stuiten. 100 jaar geleden hebben we dus ook al tegen Ganon gevochten, hè? Voorwaarts! Strijd dapper! Voor jullie koninkrijk! Dat zwaard, jongen. Dat zwaard. Oh, wat cool. En Link, ja, Link was er ook gewoon bij, jongens. Oké dan! De slag om de Hyrule vlakte. We mogen gelijk gaan beginnen. Let's go! Laat de kanonnen troepen op de vlakte. Hou ik de meute op afstand. Of hou die meute op afstand. Dat moeten we gaan doen. De standaard aanval. En de sterke aanval. Hoppakee. Lekker, pak ze allemaal. Als we die knoppen ingedrukt houden, dan kunnen we nog een sterkere aanval doen. Hoppa. Dit gaat een stuk makkelijker dan Breath of the Wild, jongens. Ik weet niet of het aan Link ligt. Of aan de game. Ik denk het laatste. We kunnen ook een vechtersactie doen. En daarmee kunnen we schieten, denk ik, of zo. Oh ja, kijk. Nice. Nice. Hoppakee. 100 KO's. Nu al. Lekker. Okay, moeten we die gasten daar achterin ook even nakken? Oké, sluit de poorten. Zo drijven we ze uiteen.
Lekker bezig. We hebben er nu genoeg gelokt. En we kunnen nu vuur... Oh, lekker man. We krijgen hulp. Kijk eens. Chill. We hebben de hele horde uitgeschakeld. Goed gevochten allemaal, zegt koning Rohan. Hier zijn er nog een paar over. Jaag ze weg. Wow. Ik weet niet wat ik precies deed. Ik zat op mijn schild. Dat was zo vet. Dat was echt cool. Ik wil dat nog een keer doen. We moeten de Moblin verslaan. We zien onder op... rechts onderin zien we de map. En we moeten nu dus daar naartoe. Deze kant op. En hier ergens achterin is dan de Moblin. Nog niet hier trouwens. Deze moeten we nog even uitschakelen. Houd tijdens de laatste sterke aanval in een combo X ingedrukt. En laat vervolgens die knop los om een extra aanval uit te voeren. En we kunnen ook een speciale aanval uitvoeren met A. Let's go. Laten we dat even doen. Oh snap. Hoppa. Waar is die Moblin, jongens? Ik wil naar die Moblin toe. Daarachter is die Moblin. Pak hem! Wat een machtige vijanden. Blijf op je. Nog iets. Ik was te laat om het te lezen. Oh, wow. Als de zwakte meter verschijnt, dan moeten we aanvallen. Ah ja, dit gaat op zich wel aardig allemaal. Lekker bezig. Hoppakee. ZL, moeten we ontwijken. Oh, nice. Oh, ZL moet je verdedigen en B moet je ontwijken. Oké. Lekker. Kan ik al een speciale aanval doen? Nog niet, zo te zien. Ik wil hem ook gewoon schieten. Schiet hem. Lekker. Kijk, nu stunnen we hem. Nice. Lekker. Oké. Cool. Hij is bijna kapot. Nog één klapje, jongens. Hoppakee. Bye, Moblin. Er wordt nu gezegd, volhouden en neem de kampen in. En hier hebben we een kissie. En er zit een soldatenzwaard in. Is dat dan een beter zwaard als het zwaard die ik heb? Dat weet ik niet. Ik kan hem nog niet selecteren, volgens mij. Ik denk dat we nu daar naartoe moeten. Eens eventjes hier iedereen kapot maken, jongens. Hoppa. Dit is wel een lekker aanvalletje, zeg. Als je zo op ze afkomt rennen. Dat is wel sick. Ja, dit is lekker, jongen. Lekker hakken. Hoppakee. Maken ze allemaal kapot. Deze plek moeten we even overnemen. Door alle Moblins even te nakken, zo te zien. Yes. Hoppa. Kijk. Oh, snap. Dit is wel een of andere mega Moblin opeens. Dude, waar kom jij vandaan? Ik doe mijn speciale aanval op je. Kom dan. Pak hem. Lekker. Nu hebben we dit gebied dus veroverd. Hebben we hier allemaal kistjes die we kunnen openmaken voor items? We moeten nog meer kampen veroveren. Dan moeten we even kijken. Oké, dit is het volgende kamp wat we gaan pakken, jongens. Hoppakee. Dit is zo vet. In de lucht alles. Bam. Nice hoor. En we hebben gelijk al voor de helft veroverd dit gebied. Door die ene aanval. Man. Oké, deze gasten zijn wel... wat lastiger. Auw. Hou eens op. Ik ben je zat. Een zwakte plekken aanval. What? Bam! Nice. Oké, dit gebied hebben we ook. Door naar het volgende gebied. Oké, wat gebeurt hier? Een mooi vlindertje. Ja, Link is even van de natuur aan het genieten. Wat zie je, Link? Daar is het kleine makkertje! Yo! What? Oh, eerst weer even afrekenen. Met die gasten wou ik zeggen. Maar hey, dat is Impa! De koninklijke adviseur, de loyale vriendin. Impa! We gaan Impa helpen, jongens. Laten we Impa helpen. Hey, dat is de Sheikah Sleet! Krijgen we nu gewoon de Sheikah Sleet al van Impa? Wat vet. Ja, in de nieuwe game, in Breath of the Wild. Althans, dat is de oude game, maar 100 jaar verder. Daar hebben we natuurlijk de Sheikah Sleet. En daar is Impa al een stuk ouder. Wat vet. We zien hier gewoon de jonge Impa van 100 jaar geleden, jongens. Impa vraagt, wat gebeurt er? Oh, nee. Moet ik nu tegen een Guardian? Oh, snap. Oh, er komt een toren. Ik dacht even dat er een Guardian aankwam. Maar er komt een gigantische toren. Nice. Die we ook kennen uit Breath of the Wild. Moeten we die ook beklimmen? Een Impa die zegt, het is een toren. Hoe heet jij? Jij bent zo cool. Ik wil dat beestje. Ik wil met hem samenwerken. Kijk hoe cool die is. Een soort van Star Wars droid of zo. Impa zegt, wat is dat? Nee, ik moet hier eerst met de monsters afrekenen. Oké, ik ga je helpen, Impa. Dan gaan we. Impa zegt, bedankt voor je hulp. Graag gedaan, Impa. Kom maar op. We're in this together. R plus I is afstandsbom. Oeh, nice.
Nice. Dat was even een lekker aanval als je die bom. Oké, okay, we moeten blijkbaar nog steeds even de kampen beschermen. Hoppakee, weer die afstandsbom. Nice. Zo, dat werkt wel, jongens. R plus A is Cryonis. Dit moet ik even op wachten, want mijn Chica Slate die was nog niet klaar. Dus als ik nu plus A doe, dan heb ik inderdaad Cryonis. Oh, en dan kan ik omhoog. Cool. Hé, wat is dit voor kistje? We hebben hier een speciaal geheim kistje gevonden, denk ik. What the flat. Kijk hoe die met me meeloopt. Ik ben nu al verliefd op dat beest. Of whatever it is. Oké, okay, Impa. Hoe kan ik jou mee laten komen? Kom je met mij mee of gaat dat allemaal vanzelf? Ik ga in ieder geval voor zorgen dat wij dit gebied even overnemen. Laat ik even wat bommetjes gooien. Heerlijk, die bommetjes. Die Bokoblin wordt gewoon genakt, jongen. Hè? Hoppakee. Bye bye, Master Bokoblin. Zo doen we dat. Oké, okay, dit gebied hebben we ook veroverd. Kistjes even openmaken. En door naar waar we naartoe moeten. Deze kant op. Als we kijken onder op de map, dan zien we precies waar we naartoe moeten. En dat is hier. Oh, blauwe Bokoblins. Oh shit, en die gooien met van alles en nog wat. Niet oké, okay, jongens. Niet oké. Okay. Hier heb je wat bommen op je bakkes. Zo, hoppa. Kom dan. Kom hier. Pak jullie allemaal. Hoppakee. Oh man. Er wordt zoveel gehakt dat een gehaktbal er niks bij is, jongens. Oké, okay, door naar het laatste punt. Er is een gevaarlijk monster verschenen en Impa die zegt, ik zal ermee afrekenen. Helemaal top, Impa. We kunnen wel van vechter wisselen. Dus als we nu pijltje omhoog drukken. Oeh, Impa. Pak hem hoor. Oeh, ik weet niet zo goed wat zij allemaal voor aanvallen kan, maar dit is super sick. Oef. Ik heb nu iets geabsorbeerd, denk ik, of zo. Vervolgens, oh, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Die Impa die heeft sicke moves, jongens. Kijk wat voor gekke dingen ze allemaal doet. Absorbeer 3 symbolen om een speciale aanval krachtiger te maken, wordt er gezegd. Oké. Okay. Top, top. We doen het goed. We hebben de vuurwis rope hebben we bijna onder controle. Hoppakee. Wat nou sterke vijand, jongen. Vijand is helemaal niks. Kijk als we met z'n allen gaan, jongen. We zijn niet alleen. Ik ga even met Impa dan naar dat andere kamp. Daarvoor moeten we hier naartoe. En deze kant op. Impa mag even het laatste kampie pakken, jongens. Kijk, een kampie met Lysalvosjes. Hoppakee. Zij maakt gebruik van de wind. Super insane. Super insane. Oh man, Impa heeft echt vette aanvallen. Wauw. Kijk dit. Ik kan dus een symbool absorberen. En als ik dat 3 keer doe, dan ben ik sterker, blijkbaar. Heel nice. In de lucht alles. Impa, sick, jongen. Kijk dit gaan. Holy moly. Dit is zo cool. En zo hebben we ook het laatste kamp wat we moesten pakken, hebben we gefixt. Ik ben benieuwd wat we nu voor opdracht krijgen. De Hylion's commandant zegt, het staat er slecht voor. Er is een leger Moblins verschenen. Dus we moeten even terug. Daarvoor moeten we hier langs. Kan een bevel geven ook blijkbaar. Dus die kan ik ergens op afsturen. Dus ik kan die al naar deze Moblins toesturen. Dan kan Link alvast lekker aan de gang. Dat lijkt me een strak plan. We kunnen nu dus met Impa kunnen wij vijanden in het water bevriezen. Kijk, hoppakee. Super cool. Het gaat helemaal goed komen. Kijk maar. Hoppakee. Daar gaat hij al. Nou is hier nog een of andere vuurwizard. Laat ik die eens even gewoon keihard aan gaan pakken met een special. Hoppa. En weg is die. Oké, okay, nu gaan we Link helpen, jongens. En Link, die is even kijken, hoor. We moeten over de brug hier zo. Daar gaan we, daar gaan we. We moeten richting die toren, denk ik. En eigenlijk moet ik hier gewoon even alles opblazen, denk ik. Dat zou moeten kunnen. Met, nee, niet met deze. Ik heb nog even de knoppen nog niet helemaal helder. Want er zijn superveel knoppencombinaties. Hoppakee. Nou, dan doen we het gewoon zo. Dan blazen we het gewoon op die manier op. Er zijn nog 2 Moblins over. Want Link is keihard bezig. Come on, Impa. Pak hem. Oh, kijk wat Impa allemaal doet. Die zet allemaal barrels neer. En die laat al die barrels exploderen. Insane. Deze Moblin is gewoon al klaar. Hoppa. Dat is 1. Nu die andere nog. En dit gaat super easy. Link en Impa zijn veel te sterk voor deze gasten, jongen. Kom maar. Hoppakee. Lekker. En klaar. Dag, Moblinnetje. Mazzel. We hebben hier een goudkistje. En daar zit een Kakariko Kodachi zwaard in. Oh, er is er nog één. Ik dacht dat we al lang klaar waren. Link, kom je even helpen anders? Link staat gewoon te chillen. Die laat Impa al het werk gewoon alleen doen, hè? Hatsenflats. En klaar. Hij ligt al op de knieën.
En de Heliaanse commandant zegt, kijk, het is ons gelukt. De monsters trekken zich terug. Waarom zeg ik altijd Heliaans? Het is Heiliaans. En koning Rohan zegt, jullie hebben goed gevochten en een mooie overwinning behaald. Geniet er maar van. En dit poppetje is nog steeds achter me aan het lopen. Koning Rohan die zegt, nou, die Link die verdient wel promotie. Nou, dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen, koning. We hebben dit in een kwartiertje gedaan. Bijna 1000 KO's. Link is niveau 4 en Impa is niveau 3. En daar is Impa, jongen. Echt zo cool om dit allemaal te zien. Impa zegt, wat een mooie, leuke, mysterieuze wachter. En wat is er met deze toren aan de hand? Het is allemaal heel mysterieus. Impa denkt niet dat we dat zelf gaan oplossen. En dat wezentje gaat ons helpen, jongen. Hij gaat ons helpen, wat een baas. Impa zegt, nee, blijf hier. Kom nou. Niet weggaan. Oh, en daar is de koning. Oh nee, het is Zelda! Ik dacht dat het de koning was, maar het is natuurlijk Zelda. De koning is wel tevreden. Ja, daar staat ze hoor. Daar staat ze. Zelda, prinses en geleerde in spe. Oh, en Impa en Zelda die hebben een band. Pura zit ook in de game, heel vet. Pura die had dus de Sheikah steen gemaakt blijkbaar. What is that? Zelda weet zelf ook niet wie dit is. Op dit moment nog niet. Maar aan het einde van de game, dan weet ze het waarschijnlijk wel. We gaan er nu eindelijk achter komen wat dit voor ding is. Met de Sheikah steen kon het bericht van de kleine wachter bekeken worden. En hij is vanuit een rampzalige toekomst, de tijd van het onheil, terug in de tijd gereisd om prinses Zelda te redden. Super vet. Impa heeft voorgesteld om Pura en Robbie, twee befaamde wetenschappers die we ook kennen uit Breath of the Wild, onderzoek te laten doen naar de wachter en de mysterieuze toren die op Hyrule vlakte is verschenen. Koning Rohan heeft daarmee ingestemd. Dus we gaan nu waarschijnlijk naar Pura en Robbie toe. Maar wat is er met deze toren aan de hand? Ja, uit Breath of the Wild weten we dus dat we daar de Sheikah Slate moeten gebruiken. Een opdracht voor de Heiliaanse soldaat Link. Bescherm de mysterieuze toren die is verschenen, want hij is van strategisch belang. Daarnaast dien je samen met onze onderzoekers uit te zoeken of de wachter die door de tijd is gereisd te vertrouwen is. Mogen de godin Hylia over je waken. Aldus de koning. Rohan Bosphoramus Hyrule. En ik ben heel benieuwd waar dit avontuur ons allemaal gaat leiden. Welke inzichten we krijgen. Wanneer we Revali gaan ontmoeten. En als jij dat ook wil zien. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Voor iedere dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!